Voedingsmiddelen en voedingsstoffen. Kunnen dikke mensen ook ondervoed zijn? Mooie vraag. Hier zie je een tafel met heel veel voeding. Nou, eigenlijk zie je vooral voedingsmiddelen. Voedingsmiddelen is alles wat je eet en wat je drinkt. En in de voedingsmiddelen, daar zitten de bestanddelen en dat zijn de voedingsstoffen. Er zijn er 6 van. We kennen natuurlijk de eiwitten, de vetten, de koolhydraten, de vitamine, de mineralen en water. Er is er nog eentje, een beetje vreemde, dat zijn vezels. Die hoort er toch een beetje bij, maar vezels kunnen wij niet verteren. Dat is toch een beetje gekke. Voedingsstoffen die doen dienst als natuurlijk brandstof. Je kunt nadenken, bewegen, temperatuur op peil houden, groei, ontwikkeling, allerlei processen, herstel die energie kosten, dus brandstof. Het is ook een bouwstof, je bent wat je eet, zeg maar, en het goed laten verlopen van processen. Soms kunnen voedingsstoffen in elkaar worden omgezet. Een overschot aan koolhydraten of eiwitten kunnen worden omgezet in vetten. Dus is je koolhydraatvoorraad vol, dan wordt het niet uitgescheiden, maar dan wordt het opgeslagen in de vorm van vet. Eiwitten die kunnen trouwens niet worden opgeslagen. Dus die moeten dan wel omgezet worden. Eiwitten, vetten en koolhydraten die moeten eerst worden verteerd voordat ze in het bloed kunnen worden opgenomen. Het zijn hele grote moleculen, die moeten eerst klein geknipt worden. Alleen monosacchariden, ook een koolhydraat, die zijn klein genoeg om direct te kunnen worden opgenomen. Vezels, cellulose bijvoorbeeld en pectine, dat zijn koolhydraten die onze enzymen helemaal niet kunnen verteren, want we hebben daar geen enzymen voor. In deze voedingsmiddelen zitten veel koolhydraten. We noemen dat ook wel saccharide, koolhydraten, brood, aardappel en zo. Het is een belangrijke brandstof, ongeveer 17 kilojoule per gram. Het is ook een bouwstof van bijvoorbeeld DNA, desoxyribose, ATP, in membranen zit het ook vaak. Het dient ook als reservestof, glycogeen, zit in de spieren en in de lever, is een koolhydraat. Eiwitten, noemen we ook wel proteïne. Hier zitten veel proteïne in, vis, vlees en zo, graanproducten. Het is een belangrijke bouwstof. Het speelt een rol in transport, ook membraantransport, wordt hier bedoeld. Het is natuurlijk ook een brandstof. Ja, je kunt natuurlijk ook dat eten en verbranden. En bij afbraak ontstaat ureum, dat is een beetje giftig. Dus dat wordt met urine uitgescheiden. Dus bij bepaalde diëten moet je uitkijken met eiwitten. Als je bijvoorbeeld een beetje last van de nieren hebt en zo. Eiwitten zijn opgebouwd uit aminozuren en er bestaan 20 verschillende aminozuren. En eigenlijk zijn er 8 knetterbelangrijk. Dat zijn namelijk de 8 essentiële aminozuren, want uit deze 8 kunnen de andere 12 gevormd worden. Dus deze 8 noemen we essentieel. En die essentiële aminozuren kun je in BINAS vinden: lysine, tryptofaan, fenylalanine, leucine, isoleucine, threonine, methionine en valine. BINAS, zorg dat je ze kunt vinden. Hoe dan ook, die andere 12 zijn dus niet essentiële aminozuren, omdat je ze zelf kunt maken uit de andere 8. Je moet het een beetje zien als een soort kleurencirkel. Met de 3 essentiële basiskleuren zou je alle andere kleuren kunnen maken, zoals dat bij aminozuren ook. Eigenlijk hoef je maar 3 kleuren te hebben en je kunt die andere maken. Je hebt er maar 8 nodig, kun die andere 12 ook maken. Zo kun je ze alle 20 beschikbaar hebben. Nou, waarom is een dieet met bonen eigenlijk te karig? Nou, hier zo zie je de essentiële aminozuren. Als je de bonen hebt, dan heb je wel een zooitje, maar eentje niet. Methionine ontbreekt bij een dieet van alleen bonen. Dus je krijgt tekort aan methionine. Dus je moet ook iets anders eten waar het in zit. In bijvoorbeeld mais, dus het Mexicaanse menu, zeg maar, is prima wat betreft essentiële aminozuren. Vetten, hier zo zie je lipiden, voedingsmiddelen waar veel vet in zit. Nou, hoe dan ook, in de onderhuids bindweefsel en rondom de organen, hart en nieren vooral, kan het worden opgeslagen. Het zit ook in spieren, vet vlees zeg maar. Het is een belangrijke brandstof, zit maar liefst 38 kilojoule per gram. En het is natuurlijk ook een belangrijke bouwstof, membranen bijvoorbeeld. Het dient ook als reserve en isolatie, een beetje vormgeving ook trouwens. We noemen ze ook wel triglyceriden, vetten, lipiden, triglyceriden. Dat komt omdat ze bestaan uit één glycerolmolecuul
en 3 vetzuurmoleculen. En dat is een restgroep met heel veel C'tjes vaak en een zuurgroep. Bij de bouw ga ik daar verder op in. We kennen, net als bij essentiële aminozuren, ook essentiële vetzuren. Die kun je dus niet zelf vormen en moet je dus eten met je voedsel. Moet je dus binnenkrijgen. Dus pas op met diëten dat je wel de juiste vetten binnenkrijgt. We kennen ook nog verzadigde vetten en onverzadigde vetten. Hierboven zie je een verzadigde, hieronder een onverzadigde. Over het algemeen wordt gezegd dat de onverzadigde wat gezonder zijn. En de verzadigde wat minder gezond. Die zijn wat stugger. Die stapelen ook goed bij je kamertemperatuur. Deze zijn wat vloeibaarder over het algemeen. Hoe dan ook, ook later wat meer over hier bij cholesterol. Verder kennen we nog water. En water is een belangrijke bouwstof. 60% van je lichaam bestaat uit water. Denk ook aan cellen en zo. Er zit heel veel vocht in. Het is natuurlijk een oplosmiddel. Bepaalt ook de osmotische waarde natuurlijk heel sterk. Uiteraard bloed, belangrijk deel natuurlijk water. Het regelt ook je lichaamstemperatuur, een belangrijke functie bij het zweten. En water moet dan ook in balans zijn. Dus wat je binnenkrijgt, of eigenlijk vooral wat eruit gaat, moet je ook binnenkrijgen. Je krijgt natuurlijk binnen via het drinken, maar ook het vaste voedsel zit natuurlijk vocht in. En belangrijk hier bij dissimulatie, voor sommige dieren die maanden niks eten, winterslaap of zo, hebben ze toch vocht tot hun beschikking. Nou, de ontlasting daarmee verlies je natuurlijk. En verdamping en transpiratie een groot deel. Urine natuurlijk, maar ook door gewoon uit te ademen. En dat moet in balans zijn. Dan heb ik nog voedingsmiddelen met veel mineralen en vitamine. Hoef ik niet uit te leggen waar dat allemaal in zit. Mineralen worden ook wel zouten genoemd. En een belangrijke functie is dat het een bouwstof is. Natuurlijk calcium in de botten bijvoorbeeld, hè. Sporenelementen, vooral ook onder mineralen, die hoeven maar in geringe hoeveelheden in het voedsel aanwezig te zijn. Bijvoorbeeld magnesium of zink of zo. Heb je eigenlijk maar heel weinig van nodig. Waarom zo weinig? Nou, dat heeft te maken met het feit dat het vaak een bestanddeel is van enzymen en ook hormonen. En daar heb je eigenlijk maar weinig van nodig. Wordt ook gerecycled trouwens. Want één enzym, ja, die wordt niet verbruikt, wordt alleen gebruikt. Dus één enzym kan vele duizenden reacties laten plaatsvinden. Dus je hebt maar weinig enzymen nodig, dus ook maar weinig sporenelementen. Vitamines, belangrijke bouwstof vaak, ook als co-enzym. Dat is toch een bouwstof, wordt hierin gebouwd. Bij een tekort aan vitamines kunnen gebreksziekten ontstaan. Avitaminose, hier zo zie je iets met bijvoorbeeld vitamine D gebrek, als ik me niet vergis. Sommige vitamines zijn in water oplosbaar, B en C bijvoorbeeld, andere in vet, A, D en K. Ook hier zie je dus weer dat je bij diëten uit moet kijken dat je met te weinig vetten niet ook te weinig vitamine binnenkrijgt. Sommige vitamines moeten in het voedsel aanwezig zijn, andere kunnen worden gevormd uit provitamines. Beta-carotene bijvoorbeeld in wortels wordt omgezet in vitamine A. Erg belangrijk dus dat je gevarieerd eet. Dan heb je het weer. Wij zijn samen trouwens met de hamster. Leuk weetje. Wij kunnen geen vitamine C maken. Dus wij moeten af en toe een sinaasappeltje eten, zeg maar. In Binas moet je dit kunnen vinden. Er staat een tabel. Nou, hier zo staan even een paar belangrijke. Vitamine A voor nachtblindheid, weet je wel. Of tegen juist vooral. Vitamine B, zenuwstelselspieren. Vitamine C, je kent misschien scheurbuik wel. Vitamine D, hè, die Engelse ziekte en die vergroeiingen. En vitamine K bijvoorbeeld, goed voor de bloedstolling. Nou, erg belangrijk, hè. Vaak spelen ook bijvoorbeeld bacteriën een rol die bepaalde vitamine maken voor je. Heb je bijvoorbeeld iets van een medicijn gehad, die bacteriën dood, moet je daar rekening mee houden. Nou, ze kunnen daar leuke dingen over vragen, allemaal. Hier zie je nog wat uitgebreidere tabel. Nou, het zal wel, je ziet vitamine B, die hebben ook allerlei nummers en allemaal hun eigen specifieke, nou ja, kenmerken, bronnen en noem maar op. Als je dat leuk vindt, moet je maar even pauze zetten. En hier zo zie je nog even een andere. Even terugkomend op die vraag over ondervoeding. Kunnen die dikke mensen nou ook ondervoed zijn? Nou, bij ondervoeding denk je natuurlijk meestal aan te weinig kilojoule. Nou, deze mensen die zullen waarschijnlijk wel genoeg kilojoule binnenkrijgen. Maar vaak wordt bij ondervoeding ook bedoeld gebrek aan bepaalde voedingsstoffen, zoals bijvoorbeeld vitamine, mineralen of essentiële aminozuren of essentiële vetzuren. En bij een eenzijdig dieet, wat vaak het geval is bij deze mensen, kan dat wel eens zeker tot ondervoeding leiden, bijvoorbeeld vitaminegebrek. Dus ze kunnen wel degelijk een soort van ondervoeding hebben.
Het kan trouwens ook door ziekte zijn dat je ondervoed raakt. Hè? Dat je bepaalde stoffen niet goed kunt opnemen. Hè? Dus, hoe dan ook, tot zover. Hier nog wat domeinen en zo.